Dit is HHCTV. Mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars. En Studio 28. Bedrijfsfilms, commercials en animaties. Wij zijn de club in oranje en zwart. HHC Hardenberg. Sarkan Gurie, gefeliciteerd met de mooie overwinning en je 3 doelpunten. Het moet een heerlijke middag voor jou zijn. Ja, maar niet alleen voor mezelf. We hebben het gewoon met de hele ploeg hebben goed gedaan. En doordat zij extra werk verrichten door het veld mee te lopen, kan ik makkelijk in een scoringspositie komen. Wat maakt er nou het verschil vandaag? Waarom winnen jullie hier zo makkelijk eigenlijk? Tenminste, als je puur naar het scorebord kijkt. Ik denk dat wij gewoon een betere ploeg zijn. We beschikken over meer kwaliteit, maar Excelsior Maasluis, het is het eerste seizoen in de topklasse, ze doen het hartstikke goed. En ze hebben ook een heel lastig systeem om tegen te spelen. En daar zijn wij vandaag wel redelijk mee omgegaan. Ik vond jullie, zodra jullie druk bleven zetten, zeg maar, waren jullie absoluut de sterkere. Maar als jullie ze ook maar een beetje aan het voetballen lieten, werden zij gevaarlijk. Ja, daar ligt hun kracht ook. Ze willen graag via die lange spits spelen. En daar proberen ze via achteruit proberen ze daar op middenveld een vrije man te creëren. En door die aan te spelen en die dan weer de spits in spelen en daar eromheen bewegen. Maar ja, zoals je zei, als we iemand druk zetten, dan kwamen ze helemaal niet aan te passen. En dan kregen we elke keer weer de bal, schoot ze de ballen over de zijlijn, fout inspeelpaas. Nog meer doelpunt dan ook, dat de keeper gewoon tegen mijn voet aanschiet. Ja, dan merk je dan gewoon dat ze daar dan onder druk komen te staan, dat ze daar niet onderuit weten te voetballen. Maar ja, daar kun je niet 90 minuten lang volhouden. Je kijkt nou toch een beetje naar andere uitslagen. Er zijn nog 3 finales. Je bent gewoon echt titelkandidaat. Dat mag je nu toch wel zeggen, toch? Nee, dat vind ik niet. De uitslagen waren vandaag wel volgens mij weer gunstig. Maar het enige wat wij kunnen doen, zei ik net ook alweer. Het enige wat wij kunnen doen is de druk op de tegenstander leggen. En door onze wedstrijd te winnen. En in hoop dat zij dan eventueel punten gaan laten liggen. En meer kunnen wij niet doen. Want we hebben niks meer in eigen hand. Nee, maar ik denk als je 3 keer wint, dan ben je kampioen. Dat ben je denk ik met me eens? Ja, dat is wel een heel lastige vraag. Ja, dat weet ik niet. Ik weet echt niet. Ik weet de programma's van de andere ploegen weet ik ook niet. En daar kijk ik ook niet naar. Maar ja, het zijn allemaal goede ploegen. En net zoals zij punten laten liggen, kunnen we ook tegen Scheveningen of tegen Spakenburg punten laten liggen. En we moeten gewoon beginnen met zaterdag weer keihard werken en weer lekker vroeg op voorsprong komen. En dat is dat we ons lekker in ons spel kunnen komen. Voelt het langzaam maar zeker toch anders? Het begint toch een beetje te jeuken, kan ik me voorstellen. Je bent er nu zo dichtbij. Als je kampioen kan worden, is het misschien wel dit seizoen. Ja, dat zeiden we vorig seizoen ook al toen we heel lang bovenaan stonden. Als we het gekund dat het vorig seizoen was geweest. Ja, het is gewoon heel mooi dat je 3 wedstrijden van tevoren of voor het einde nog meedoet om titel. Want zo is het wel. We zijn met 5-6 ploegen die meedoen om een titel. En mooier dan dit kan het niet worden. Wie had gedacht dat wij nog 3 wedstrijden van tevoren meestal noemt titel na zo'n slechte serie die we hadden neergezet naar de winststop. Kijk eens even in jouw glazen bol. Wie wordt de kampioen dit jaar? Doe eens een voorspelling. Ik denk GVV of Spakenburg. Beleef de geschiedenis van HHC Hardenberg opnieuw. Met het HHC Hardenberg jubileumboek. Bestel hem nu op hhchardenberg.nl. Dit is HHCTV. Mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars. En Studio 28. Bedrijfsfilms, commercials en animaties. Wij zijn de club in oranje en zwart. HHC Hardenberg.